What up, Mavericks? Ik ben Rick en vandaag doen we weer de Inazuma 11 Strikers Exhibition Series. Met vandaag gaan we de Interstellars niet tegen Ryman, tegen Basement Ogres. Die is aangevraagd door Super Saiyan God Masaru Gojo. En ja, ik ben best wel benieuwd hoe het gaat tegen hun. Ik laat van beide teams alle moves zien. En ja, dit is mijn team, de Interstellars. Met Nero als goalkeeper met Temporal Wall en Procyon Net. Dan Diem met Cosmic Blast, Astro Break, Dark Tornado en Warp Drive. Archer Hawkins met Fack Attack. The Fallen met Illusion Ball Gungnir. Triangle Set doet er niet toe. Dan hebben we Janus met Cosmic Blast, Astro Break en Lightning Sprint. Dan hebben we Wits alleen met Cannon Meat Ray. Hebben we Bellatrix met Space Penguin, Astro Break en Meteor Shower. Jude met Illusion Ball en ja, Illusion Ball. Sean alleen met de Aiden versie met de Dawn alleen. Dan hebben we Axel met Twin Boost F, Maximum Fire, Fire Tornado plus 1 en Fire Tornado. Dan hebben we Exceed met Big Bang, Celestial Smash en Meteor Blade. En dat was hem. Dan gaan we op naar Tactics, de opponent info. Hier zien we de Basement Ogres, aangevraagd door Super Saiyan God Masaru Gojo. Ik vind het best wel een goed team. Het ziet er echt heel wild uit als je gewoon naar de spelers kijkt. Dan hebben we Lucifer met High Voltage en Electrap. Bomb Trunkus, toch? Zeg ik het goed? Bomb Trunkus met Groundquake. Behemoth met Barbarian Shield. Lamp Trunkus met Diabolical Cut. Gus Martin of Masaru Gojo met Killer Slide en Clone Faker. Kan je... Oh. Dan hebben we Todd met Deceptor Dribble. Ik wist niet of hij Deceptor Dribble of Dash Accelerator wou. Dus ik heb maar Deceptor Dribble erop gegooid. En Spinning Cut. Hij kan geen Triple Boost doen. Dan hebben we Malphus met Diabolical Cut en Devil Ball. Dan hebben we Jenkins met Illusion Ball en Power Charge. Mullis met alleen Doom Rain. Sanford met alleen Emperor Penguin number 1. En de Fallen met Illusion Ball en Gungnir. En dit is zijn team. Ja, dus laten we beginnen. Waarom heb ik eigenlijk het team, mijn teamnaam, de Interstellar, is eigenlijk gewoon gekomen vanwege de Interstellar film. Laten we 3 minuten doen. Ogre Stadium, want het is de Basement Ogres. Oké, maar waarom heb ik de teamnaam Interstellar gedaan? Omdat ik heb die film nooit gezien, maar ik wil hem wel graag een keer zien. Maar het leek me gewoon toepasselijk van hoe ik het team wou doen met eigenlijk alleen maar schoten. Dat een beetje te maken heeft met de ruimte. Ik wou eigenlijk Axel, dit was ik vergeten te doen, Axel wou ik, hoe heet het eigenlijk geven, Crossfire. Maar ja, daar is het nu een beetje te laat voor. Dus ja, gaan we het zo doen. Waarom, eigenlijk, de vraag is, waarom heb ik eigenlijk Aiden Frost? Omdat ik het team eigenlijk meer in de trance van de bad guys wou maken. Gewoon een beetje dat het een beetje de slechteriken zijn. Dus ja, daarom heb ik eigenlijk Aiden Frost erin gedaan. Mag ik? Hold down. Bla 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 bla. Kom op, kom op. Nee! Oh, wacht. Dan kan ik... Dat is jammer. Oh. Nee. Oh. Oh nee.
Lekker gedaan, Janus. Lekker gedaan, Janus. Yes. Throw break. Nee, maar het team kwam gewoon in me op. En ik heb Big Bang erin gedaan omdat MSOV die wou... of nee, Cookies, die wou hem nog zien. Die wou die move nog zien. Dus daarom heb ik dat erin gedaan. Oh. Ik kan soms niet de B-knop niet indrukken. Het gaat gewoon, het is gewoon van mezelf dat ik gewoon de B-knop altijd indruk in dit spel. Ik weet niet waarom ik het doe, maar het is gewoon nu een gewoonte geworden. Oh nee. Haha. Kom op. Bellatrix. Lekker Bellatrix. Oké. Let's fucking go. Yes! Space Penguin. Ik weet niet eens hoe ze het zeggen. Dus maar ja, ik wou gewoon dat het echt in de take van ruimte was. Dus ik heb het zomaar gedaan. Dit was een beetje het meest ruimtelijke dat ik kon verzinnen. Dat een beetje echt met de achtergrond ook dat het de ruimte was. Dus ja, dat is een beetje wat ik het liefst wou. Een beetje dat de meest iets van een soort achtergrond had. Dat een beetje iets van in de ruimte was. Dat is gewoon hoe ik het voor me had gezien. Dus ja, Maximum Fire gewoon erop. Ik ga gewoon zeggen, volgens mij gaat het niet scoren. Wat is dit voor tactiek? Wat was dat voor... Hè? Ik heb het op het sterkste niveau gezet. Toch? Toch? Oh mijn god. Spinning cut. Oh mijn god. Mijn stem is een beetje weggevallen daarna. Mijn stem was nooit meer hetzelfde. Nou, het gaat nu nog... Het valt nu nog best mee. Gojo zei van... Dat het team me best wel... Hij zei dat het team me nog best wel wat tegenslag zou kunnen geven, dus daar zit ik nu eigenlijk op te wachten. Oh. Ik breng mezelf meer tegenslag dan dit team. Kom op. Oké. Hier gaan we. Here we go. DM, dit is het lot. Dit is waarom je in dit team gekozen bent. Kom op, doe het. Doe het voor me. Cosmic Blast. Oké, kom op. Dit moet toch lukken. Dit moet niet lukken. En Archer die heeft niks. Kom op. Oké, nu snap ik wel een beetje waarom hij het... Dit is nou echt... Daarom haat ik sommige dingen in dit spel. Ik kan gewoon niet tegen als we... Met dit... ik weet niet wat er is, maar... Soms dan denk ik denk meestal van... Oh, ik doe het wel goed. En dan... Ja, geeft mij eigenlijk het ongelijk met zeggen van... Haha, we stelen de bal van je af. Nee, Gojo! Nee! Oh! Kom op. Nou. Lekker. Nee! Oké, pas gewoon gelijk... Ik wou zeggen gelijk terug. Kom op.
Nee! Het is moeilijk om Big Bang te laten zien. Lekker gedaan, Archer. Niet zo lekker gedaan, Archer. Kom op. Lekker gedaan, Archer. Back attack. Oké, okay, laten we gaan voor de 3-0. Met, ik wou zeggen, laten we gaan voor de 3-0 met... Het schot dat ik nu niet meer kan doen. Lekker bezig. Laten we gewoon gaan voor een... Wat was het ook alweer? Astro Break. Zo, ik ben echt goed met namen vandaag weer, jongens. Als deze er ook in gaat zitten. Ik weet niet wat ik dan ga doen. Oké, gelukkig. He redeemed himself. Maar waarom? Maar waarom zou je dat doen? Oh, dat was de eerste helft. Ja, nou, 2-0 in de eerste helft. Gaat lekker. Gaat nog lekker. In de tweede helft moet ik een bit. Dit is gewoon een challenge die ik mezelf ga geven. Ik moet en zal met Big Bang. Nou, niet scoren. Ik zal een Big Bang schieten. Nou, meestal is Big Bang is best wel een sterke move. We hadden hem bijna. Oké, lekker. Oké, dit kan nog lekker uitpakken voor me. Dit kan nog lekker uitpakken voor ons. Kom op. Oké, ja. Ja. Oké. Lekker ontweken. Niet zo goed gedaan. Oké. Nu. Nu moet ik het doen. Ja! Ja! The big... Bang. Here we go. Hier gaan we. Laten we scoren. Gaan we scoren? Ik hoop dat we gaan scoren. High voltage. Ah, jammer. Nou, leuk geprobeerd. Hier, daar ging de... Ja, daar ging... De Big Bang. Oké, gaan we weer voor een Space Penguin. Nou, dit is onze eerste goal geworden volgens mij. Dus ja, Space Penguin moet wel zitten. Dus daar maak ik me geen zorgen over, jongens. Toch? Nee, dit gaat sowieso zitten. Deze gaat sowieso zitten. Wat? Oef. Archer? Ah, jammer. Hopelijk kan Nero dit pakken. Doomrain, het is een level 3, dus... Temporal Wall. Oké, lekker. Temporal Wall! And yes! Oh. Oké. Zat eraan te komen. Dat zat eraan te komen. Barbarian Shield. Lekker. Lekker. Oké, nu gaat Janus. Of de beest van een man, Jordan Greenway. Yes. Weer met een Cosmic Blast. En Cosmic Blast. Lekker. Wat?
Ik denk dat deze wel gaat zitten. Of niet. Oké, okay, de keeper is best wel goed. Oh. Uh-oh. 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 Lekker. Lekker bezig, de Valen. Ja, je had in plaats van een Illusion Ball beter een Gangnia kunnen doen. Oh. Overkom mij weer. Kom, gooi hem. Throw it. En daar gaan we. Gangnir is een longshot. Dus het kan vanaf hier wel scoren. Dus als. Lucifer geen TP had. Dan had het kunnen scoren. Jammer. Jammer. Nou, niet geschoten is altijd mis. Let's go met Bellatrix. Gewoon een Astro Break. Nou, dit. Deze moet wel gaan zitten. Wow! Speed of Light. En. Of. Niet. Uh-oh. That's what we call. Ik weet niet eens hoe dat heet. Ik noem het Inazuma Gage Stalin. Zo. Die stem. Ik vind die stem niet passen bij het gezicht. Ik weet niet wat het is. Oh. Goed gedaan, Nero. Level 3. Big Bang. Laten we gaan scoren. Deze moet nu gaan scoren. Gaat het scoren? Ja of nee? Gaan we voor de 3-2? Ik doe 3-0. Yes. Oh, er is een gast binnengekomen. Mijn kat Milo die is even binnengekomen. Nou. Lekker bezig. Oh. Emperor Penguin number 1. Vanaf de middellijn. Volgens mij is dit het schot met het meeste P. Oh, lekker bezig, Archer. Lekker bezig, Archer. Oh. Ah. Waarom ook niet? Daarom niet. Dat was heel erg jammer. Dat vond ik heel erg jammer. Laten we gaan voor nog een Space Penguin of niet. Gaat het scoren? Ik betwijfel het. Ik betwijfel of dit gaat scoren. Want Barbarian Shield plus nog een normale catch. Ik denk dat Barbarian Shield het al gaat blokken. En ik heb meestal gelijk. Oké. Gangnir vanaf de middellijn. De keeper heeft geen TP. Toen ik het net nog zag, maar. Oh, deze moet wel zitten. Yes. 4-1. Nou,
Ik had het erger verwacht. Ik had dit team erger verwacht, om eerlijk te zijn. Ik had dit team wel heel veel erger verwacht. Op heel veel vlakken had ik dit super erg verwacht. Laten we nog. Laten we nog een Ganymede Ray doen om het af te maken. Hoppa. Nou, dit gaat pittig makkelijk. 5-1. Nou, misschien wat, ik denk dat dat het laatste schot was voor deze. Ja, dat was het laatste schot. Full time. Pa, 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 pa. Nou. Het was een leuk team om tegen te spelen eigenlijk. Het was wel een beetje. Het was één keer echt heel verdedigend. Maar het was wel echt een heel leuk team, moet ik toegeven. Nou, vonden jullie dit een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet, als je dit leuk vond, te abonneren voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. En dan zeg ik nog één ding. Later.